Ik moest echt eerst kijken van, hé, is dit serieus? Maar dit is gewoon echt serieus. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik ben nog niet aangekleed, ik heb wel ontbeten en alles. Nee, oma viert verjaardag, Fayenne is wel echt jarig. Dus die gaat zo snel naar de vriendinnetje, die is vandaag jarig en die is heel erg lief. Een tekening aanmaken, ik kijk niet, ik kijk alleen naar jou. Nee. Oh, het is een verrassing. Ze mag het nog niet zien. Ja, maar dit komt pas over een week online. Nou, zij gaat dus zo naar de vriendinnetje, dan ga ik even douchen en opmaken en alles. We gaan vanmiddag naar oma's verjaardag. Dus ik ga eerst even in huis rommelen. As usual. En daarna de deur uit. Kijk hoe schattig. 7 jaar. Gefeliciteerd. Liefde van Sarah. Kus, kus, hart. En 7 kaarsjes op de taart. En dit is de vriendin. En dit is Sarah zelf. Ik vind het zo schattig. Wat heb je dat verschrikkelijk lief gedaan. Ja, en het zonnetje. Je hebt het echt heel lief gedaan. Oh, moet er nog iets bij? Kijk je uit als je hier kleurt dat je niet te doorgaat met de bank? Ik deed heel voorzichtig. Ja, maar ik zou het zo zonde vinden als je mooie tekening kapot gaat. Nou, geef me een kus. Mm-hmm. Veel plezier bij je vriendin. Dankjewel. Ik heb de goed van jou. Gefeliciteerd en gefeliciteerd. Is goed. Ik ben aangekleed, ik heb me nog niet opgemaakt en mijn haar gedaan, want ik heb zitten, doe het straks wel. Ik heb deze top aan voor nu van Roberto Cavalli en deze Levi's short, verder lekker nog op mijn blote voeten. Ik ben een vlog aan het renderen en van alles aan het opruimen. En dan hoop ik dadelijk helemaal klaar te zijn voordat we weggaan. Heb je weer een salamannetje? Ja. Deze is wel anders dan die andere die we hadden gevonden. Nee. Wel voorzichtig zijn met hem, hè, want het is wel een diertje. Hij vindt het denk ik een beetje eng. Ja. Kan ik hem maar gewoon lekker hier in de natuur neerzetten? Ja, ja. Erg wat gedaan weer. Zo, mijn stem gaat lekker. Dat is beter. Dus nu even klaar gaan maken om naar de verjaardag te gaan. Ik heb besloten dat ik mijn haar maar weer eens ga krullen. En eigenlijk niet echt de beste timing, want dan moet ik echt heel erg haasten. Want ik moet me ook nog omkleden en opmaken. Maar goed, ik heb het in mijn hoofd, dus ik heb zulke klitten. Dat vind ik wel echt het nadeel van lang haar. En zeker met die permanent, wat een andere soort krul is trouwens dan wat ik nu ga doen. Als ik het dan heel veel borstel, dan is natuurlijk alle krul eruit. En mijn haar zakte al echt heel snel uit, omdat het heel stijl is. Maar echt knopen, echt soms gewoon zo groot.
ik ben klaar. Het lijkt ik wit in dit scherm, maar het valt wel mee. In ieder geval. Shirtje van Benetton. Deze rok van G-Crew. En mijn schoenen van Face 8. Tas van Ted Baker. En ga ik naar beneden Marco en Sarah even zeggen dat ze ook hun schoenen aan moeten doen. En dan gaan we de deur uit. Ik ben weer op pad. Oh, dankjewel, schat. Ik ben geen gekust dan. Oh, dat is grappig. Doet hij niet. Doe maar zelf. Uitleg niks, joh. Als je handje uitstekt. Nou, ik ben er ook een beetje op door. Durf je het al bij het handje? Ik vind het ook niet eng. Ik wel. Ja, ik ben was vroeger. We zijn weer thuis. En nou ja, ik ben nog steeds thuis. Marco is alweer de deur uit. Sarah ligt op bed. Dus ik ga even thee zetten. Even wachten. Ik zit denk ik nu nog een was draaien. Maar Sarah die ligt te slapen. Ja, ik ga eerst nou even nu de was aanzetten. Dan is die precies nog klaar voordat ik ga slapen. Oké, poging 2. De was draait. Want ik wilde hem aan. Dan kan ik hem ophangen voordat ik naar bed ga. Want ik vind het altijd zo vies als je mijn nacht laat staan. Maar als ik hem nu nog ophang, dan is die gewoon morgenochtend droog of zo goed als droog. En dan kan ik hem gelijk weg. En dat vind ik echt fijn. Echt zo vaag. Ik weet dat je tegenwoordig op social media reclames krijgt die bij jouw koopgedrag of zo aansluiten. Maar ik krijg echt dingen dat ik echt denk, waarom sluit dit bij mij aan? Deze? Oké, dit is nog redelijk normaal. En toen deze. Waarom? En dit. En dan had ik er nog één. Deze ook. Kattennepnagels. Ik moest echt eerst kijken van, hé, is dit serieus? Maar dit is gewoon echt serieus. En oh ja, die heb ik ook echt heel veel interesse in. Nou echt, wie verzint dit soort dingen? Dit, wat is dit? Ik weet niet eens wat dit is. Wie kan mij vertellen wat dit is? Echt. Kijk of er nog meer rare dingen in staan. Dit is dan wel weer grappig. Dit is een tandpasta dispenser voor kinderen. Die is wel echt heel cool eigenlijk. Niet meer nodig bij ons, maar oké, ja, hier heb ik ook echt altijd van gedroomd. Nou, echt. Wie verzint ook al dat soort dingen? Wie maakt dat? Er staan ook wel toffe dingen bij trouwens. Dit is natuurlijk wel heel erg leuk. Volgens mij ben ik nu oké. Ja. Ieder is een ding. Wasmachine is klaar, dus ik ga even de was ophangen en daarna ga ik me gelijk klaarmaken voor mijn bed. Dus ik sluit gelijk de vlog even af. Bedankt voor het kijken en tot morgen.